Hago la 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 la. Welkom beste kijkers bij een nieuwe Maple Story. En vandaag ga ik proberen level 70 te worden. Dit doe ik weer in de Ludipeku. Want de Ludipeku levelt eigenlijk gewoon zo snel dat ik dit weer doe. Ik ben dus level 60. En we gaan op naar de level 70. Ik heb een aantal parties hier gehad. Want sommige lief op een gegeven moment. En dat is ja, jammer. Maar dat maakt niet uit. Verder moet ik ook vertellen, het is vandaag tweede kerstdag dat ik dit eigenlijk inspreek. Ik heb het al eerder opgenomen, want het gaat niet altijd perfect en het is niet iedereen is op dezelfde tijd aanwezig. Dus de gameplay is van eerder, maar de spraak op dit moment is van vandaag eigenlijk, tweede kerstdag. Dus in ieder geval waar ik al mee wil beginnen is fijne feestdagen nog, ook al is de eerste kerstdag al voorbij. Het is fijn, want ik heb gisteren natuurlijk cadeaus uitgepakt, net zoals de meeste. Misschien al mensen op kerstavond, maar dat weet ik niet. En bij mijn cadeaus zat een PlayStation 4. Dus ik heb gewoon eigenlijk nu een PlayStation 4 gekregen van de kerstman, oftewel mijn ouders natuurlijk. En dat is wel vet. Dus ik zal misschien ook wel veel op de PlayStation 4 gaan zitten. Ik weet niet of ik nog op kan nemen daarmee. Want ik weet wel dat daar een capture card voor nodig is. Dus dan zou ik die nog moeten kopen en hoe dat allemaal werkt. Dat komt misschien later nog. In ieder geval, eigenlijk waar ik nu mee bezig ben is nog steeds een Ludipeku. Ik laat nu de eerste paar beelden zien van het begin en dan de bos gelijk erachteraan. Zodat jullie niet alle stukjes krijgen. Dat is, mijn keel zit een beetje vol, dus of tenminste verstopt. Maar in ieder geval, ik laat dus telkens nu delen zien van... de Ludipeku. Niet dat jullie alle delen zien en dat ik meer aan het knippen ben. Maar ik dacht van, ik vind het wel vet om het zo eigenlijk te laten zien. En zo te doen voor jullie. Dat jullie niet alles zien, maar gedeeltes. Verder wil ik natuurlijk gewoon jullie kijkers bedanken dat jullie kijken naar mijn video's en mijn supporten. Ik zie ook soms likes op de video's en dat vind ik gewoon tof om te zien. Verder, ja, nog steeds mijn dual blader. Ik denk dat ik gewoon tot level 100 ga. Want level 100, dat is eigenlijk gewoon iets wat je minimaal moet halen. En daarna kies ik gewoon een andere klas. En ik heb zo'n idee of ik ga een Lumineus maken. Dat is een mage klas. Of ik ga een Demon Avenger maken. En dat is eigenlijk een warrior. Maar een warrior die alleen op HP gaat. Die heeft geen MP, die heeft geen... Die heeft alleen HP en dat is ook zijn main stat HP. Dus dan is hij gewoon zo overpowered door zijn HP dat hij echt hoog gaat hitten. En dat is eigenlijk vooral ook voor zijn link skill dat ik hem ga maken. Want hij geeft % damage. En als ik het goed heb, level 70 geeft hij 5% damage. En op level 120, wat dan mijn doel zal worden, geeft hij 10% damage. En ik weet dat Lumineus die geeft resistance, als ik het goed heb. Of defense ignore, in ieder geval iets, zoiets. En dat is ook heel erg nice om te hebben. Maar in ieder geval, ik heb natuurlijk al een Lumineus gemaakt, maar dat weten jullie niet. En dat zal al mijn derde Lumineus worden. Het is al een tijd geleden dat ik eigenlijk ben begonnen met de Lumineus, dus het zou natuurlijk kunnen. Maar ik dacht van Demon Avenger, want ik heb er al één gemaakt en ik weet hoe het werkt. Dus dan is dat ook fijner om mee te werken. In ieder geval nog steeds bij de gameplay van de Ludipeku en van mijn Dual Blader. Jullie zien al dat ik al een aantal keer ben geleveld. Als het goed is, krijgen jullie nu niet meer het beginstuk te zien, maar het derde of tweede stuk als ik het goed heb. En dat is met... dit is al het vierde of vijfde stuk dat de bosses komen en daarna sla ik het rekenparcours over en dan gaan we naar de bos alweer. Ik ben zo erg aan het praten dat ik niet eens meer weet wat ik heb geëdit, maar het is in ieder geval voor jullie al makkelijker gemaakt dan en voor mezelf dat ik niet 30 of 40 minuten moet praten, maar gewoon 10 minuten of zo. En... ik ben nu nog niet de leader van de party. Ik dacht dat ik in de laatste runs wel de leader ben. En
Aan de ene kant is het een voordeel om de leader te zijn, omdat ik weet hoe de PQ werkt en dat gaat gewoon sneller. En ik krijg hier echt heel vaak bij die boss krijg ik een lock op mijn hoofd en dan kan ik eigenlijk geen skills meer doen. Dus dan moet ik met mijn gewone attack moet ik aanvallen en dan ben ik eigenlijk gewoon slap als ik weet niet wat. Maar dat is niet alles. Verder, wat ik vandaag ga doen eigenlijk is, jullie krijgen dit natuurlijk te zien om 6 uur, als jullie kijken om 6 uur en anders kijken jullie op een andere dag. Maakt mij niet uit, ik vind het gewoon tof dat jullie kijken. Wat eigenlijk in de toekomst staat, of tenminste zondag, wat ik wil doen, ik wil eigenlijk een speciale video maken. Het is ook altijd Mystery Sunday, als ik het goed heb, zondag, mysterieuze zondag. En ik heb iets in mijn hoofd, ik heb het wel van iemand anders en ik heb gevraagd van, kan ik dat gebruiken? Hij zegt, ja dat kan je gebruiken. Alleen als je het even aanpast en gewoon je eigen maakt, zeg maar. Dus ik ben ergens mee bezig en ik hoop dat het gewoon goed gaat uitpakken. En dan heb ik eigenlijk een extraatje voor elke video. En ja, dat moeten jullie eigenlijk echt gewoon zien op zondag. Als ik het ga halen en redden, dan komt het zondag in ieder geval. En dat vind ik gewoon tof om te laten zien. En ja, dan moeten jullie gewoon zien op zondag, in ieder geval. Ik ga daar niet te veel over praten, want dan verklap ik het misschien. En misschien dat sommigen het al weten als ze diegene al hebben gekeken en dan in de reacties natuurlijk dat hebben gezien. Ja, dat kan gebeuren. In ieder geval, dit is het tweede stuk van de PQ, zie ik. Dus ik heb al een heel erg raar geëdit, zie ik al. Maar het gaat nog wel gewoon goed op level, dus dat maakt niet echt uit. In ieder geval, na deze tunnel, cave, beesten, dan gaan we naar de boss. Want dat heb ik wel zo geëdit. En volgens mij sluit ik met de reken en dan de boss en dan is het... Of heb ik het nu verkeerd? Ja, wacht. Ik zit natuurlijk deze 10 levels zit ik eigenlijk al te doen. Zie je, snap ik. Nou, ik zet deze 10 levels van level 60 of 61 dat ik begon tot level 70. Zit ik eigenlijk gewoon te levelen en dan krijg ik telkens die guide in mijn gezicht. Dat valt jullie waarschijnlijk ook op telkens als ik level. En dat zegt van, je moet je job advancement nog doen. En kijk, dat ga ik nu doen. Dat kon ik eigenlijk, moest ik eigenlijk op level 60 doen. Tenminste, kan. Dat maakt niet echt uit wanneer je het doet. Maar het is gewoon eigenlijk irritant als dat de hele tijd in je beeld komt. Dan word je eigenlijk de hele tijd herinnerd van, vergeet niet je job. Maar weet je, dat kan gebeuren. Maar ik moet zeggen, die job advancement, dat ging erg snel. En ja, moet ik dat zeggen? Ik weet nog echt gewoon zoveel jaar geleden dat dit is level 76 job advancement toen. En moest je die... je moest je eigen job instructeur moest je killen, zeg maar. Dit is de chief instructeur. En ik heb hem hier volgens mij in 3-4 hits of zo. Echt, en eerst was je echt gewoon misschien een half uur bezig. Je was die hele tijd, dan had je nog 1 minuut over en dan had je hem net dood. Maar dit is, ja, ik heb hier hem in de 10 seconden dood of zo. Je pakt de steen die je krijgt en ik ga er eigenlijk uit en ik ga weer terug naar de Third Job Advancement Guys. En als je het niet weet, dit is Elnet. Volgens mij heb ik dat nog niet laten zien. En Elnet, als je daar loopt, dan vries je zeg maar of zo. En ik dacht dat ik hier de Narrow Stone Scroll gebruikte. Yes. En als het goed is, dan gaan we naar het huisje. Het huisje waar de job instructeur zijn. Het gaat opeens traag, want dat heb ik niet doorgespoeld. Dat is speciaal gedaan. Omdat ik echt gewoon wil laten zien van, dit is hoe eigenlijk de job advancement werkt. Het zal voor elke job een beetje verschillen. Alleen eigenlijk de boss, dat is dan jouw instructeur. Dus voor mage heb je Grendel. En voor warrior heb je de warrior. Ik heb echt geen idee, want ik heb eigenlijk nooit een warrior gemaakt. En ja, eigenlijk zovoorts enzovoorts. Ik weet niet hoe iedereen heet. Dan wil ik hier iedereen eigenlijk dag zeggen. En een Merry Christmas, everybody. Ik zeg, vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren als je meer wilt zien. En ik zeg, laters.